Vanaf de jaren 60 van de 20 e eeuw vonden er grote sociaal-culturele veranderingsprocessen plaats in Nederland. En een ervan is de tweede feministische golf waar we nu eens naar gaan kijken. En daarvoor gaan we eerst even terug naar de jaren 50. Want al vanaf de jaren 50 van de 20 e eeuw zien we dat de positie van vrouwen in Nederland verandert. En het duidelijkste voorbeeld daarvan is het feit dat er in 1956 een wettelijk einde wordt gemaakt, of een einde wordt gemaakt, sorry, aan de wettelijke handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen. En tot 1956 waren vrouwen die getrouwd waren voor de wet dus handelingsonbekwaam. Waren ze niet goed genoeg, werden ze niet goed genoeg geacht, onbekwaam geacht dus, om bepaalde zaken te doen. Dat moest altijd door een echtgenoot, door een man geregeld worden. Maar doordat er nu een einde aankwam, hoefden getrouwde vrouwen niet langer toestemming te vragen aan een echtgenoot voor bijvoorbeeld het kopen van producten in de winkel. He, de, de, ze kregen uh, tot 1956 vaak wat, wat, wat zakgeld, zou je kunnen zeggen, waarmee ze dan uitgaven konden doen. Um, maar ze uh, mochten tot 1956 ook niet zelfstandig geld opnemen bij de bank. Dan moesten ze gemachtigd zijn door een echtgenoot om dat te doen, of een echtgenoot moest er zelf bij zijn. En uh, ze mochten bijvoorbeeld ook niet zelf verzekeringen en andere soorten contracten afsluiten. Tot 1956, en dat is dus iets meer dan 60 jaar geleden pas, had in Nederland de man alles voor het zeggen in het huwelijk. En was de vrouw echt een soort uh, tweederangsfiguur, figuur, ze was handelingsonbekwaam. Nou ja, vanaf 1956 komt daar dus een einde aan. Nu door naar die tweede feministische golf die aan het einde van de jaren 60 plaats gaat vinden. Uh, die eerste feministische golf die hebben we in tijdvak 8 gezien. Hè, dus uh, de, daar hoort dat kenmerkend aspect bij van die emancipatiebeweging, het feminisme. Toen werd er vooral gestreden voor vrouwenkiesrecht. En uh, ook wel tot toegang uh, tot het hoger onderwijs. Hè. Denk aan Aletta Jacobs, die daar heel erg mee bezig was. En nu zien we dus vanaf het einde van de jaren zestig. een brede heropleving van die feministische beweging. Oké, okay, uh, we hebben misschien wel stemrecht. Maar uh, er zijn nog lang niet uh, gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. We hebben nog lang niet dezelfde rechten in de maatschappij. Dus ja, die tweede feministische golf gaat daarop inzetten. Een aantal doelen die ze wilden bereiken, waren de volgende. Ten eerste, moesten vrouwen niet meer zo afhankelijk zijn van hun man, moesten ze economisch ook zelfstandig kunnen worden. Uh, er moest een betere verdeling komen van uh, zorgtaken en huishoudelijke taken. Het moest niet automatisch zijn dat dat soort dingen alleen maar bij de vrouw kwam te liggen. Waarom uh, zorgde de man niet meer? Ook voor de kinderen. Waarom deed de man niet meer in het huishouden? Zodat vrouwen ook meer uh, ja, zelf ook betaalde arbeid konden gaan volgen. Hè? Zodat ze zelf ook betaald werk konden gaan doen. Nou, en die toegang tot het hoger onderwijs, dat bleef ook een doel waar ze uh, voor bleven streven. Want dat was nog dat ja, liep nog echt achterbij, uh, ten opzichte van de mannen. En uh, ja, ook de deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur en in de politiek. Hè, dat moest ook omhoog. Waarom waren die meer vrouwelijke gemeenteraadsleden, wethouders, niet meer vrouwen in de Tweede Kamer, niet meer vrouwen als minister, dat soort zaken. En als laatste ook in bed uh, ja, was het toch vooral uh, de vrouw die onderdanig moest zijn aan de man. En uh, er moest ook uh, sprake zijn van een soort uh, ja, seksuele bevrijding. Nou, en in Nederland waren er twee belangrijke feministische organisaties. En uh, daar zullen we nou eens naar gaan kijken. De eerste was de Man-Vrouw-maatschappij, de MVM. En uh, ja, dat waren vaak goed opgeleide vrouwen, hoger opgeleide vrouwen. die ook goede contacten hadden in, uh, in uh, de maatschappij en in de politiek en dergelijke. Die stonden bekend als heel redelijk. Hè? Ze wilden alles op een heel redelijke manier regelen. Dus vooral door te praten en dergelijke. en door te overleggen. en op een nette manier eigenlijk uh, ja, hun doelen bereiken. Ze hadden dus invloed op de politiek en zoals ik al zei, ze hadden goede contacten daar. Nou, door te praten probeerden ze er uh, te komen. Maar uh, ja, wel dus een aantal prominente vrouwen ook in zaten, hè. Uh, heeft die beweging nooit meer dan 3000 leden gehad. Ze dus was eigenlijk relatief smal, maar door hun contacten ja, hadden ze toch wel wat invloed. Maar een veel grotere beweging, die ook veel meer invloed had uiteindelijk, die, die veel bekender werd ook, was de dolomina beweging ja, waar de MVM heel redelijk was, het allemaal heel netjes probeerde te regelen, was de Dolomina beweging Die was veel brutaler hè? die was veel meer in your face met de acties. En die hield dan dus ook allerlei acties en demonstraties, zoals we hier ook op de afbeelding zien. En ja, daarbij had ze ook veel aandacht van de media. Ja, we zien dus dat steeds meer vrouwen in Nederland op gaan komen voor die gelijke rechten voor mannen en vrouwen in de maatschappij. Voor die gelijke kansen ook in de maatschappij. En uiteindelijk zie je ook dat dat steeds meer gaat plaatsvinden. En er zijn ook een aantal zaken die daar ook nog mee te maken hebben. Er zijn een aantal grote maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden. En dat komt onder andere door de introductie en de acceptatie ook hè, van de anticonceptiepil. Ik woon zelf in, uh, in Os tegenwoordig en, en daar staat de Organonfabriek. En ja, daar werden, uh, ja, er zijn miljoenen pillen zijn Van de Band uh, gerold, zeg maar. En die heeft echt een heel grote bijdrage geleverd. Aan uh, de ver verzelfstandiging, zou je kunnen zeggen, van uh, de vrouw in de maatschappij. Want door die anticonceptiepil kregen vrouwen meer seksuele vrijheid. Want ze konden gewoon uh, seks hebben uh, op het moment ook dat zij het willen. Want ze waren beschermd tegen het uh, krijgen van kinderen, zeg maar. Het was een voorboedsmiddel natuurlijk. Uh, en ze konden dus ook uh, het moederschap. Uitstellen tot het moment dat het hun beter uitkwam. Of zelfs afzien van het moederschap, zodat ze zich helemaal op hun maatschappelijke carrière konden richten. Dus uh, vrouwen werden er zelfstandiger door, hadden veel meer een, uh, ja, het in eigen hand eigenlijk. Daarnaast uh, kwam er een nieuwe wetgeving op het gebied van echtscheidingen. En dat zorgde er eigenlijk voor dat het voor vrouwen makkelijker was om te scheiden van hun echtgenoot. zonder dat ze daardoor alle extra problemen hadden en dergelijke. Dus dat maakte ze dus ook zelfstandiger. De, van tevoren was het toch vaak lastig om te scheiden. ook al zouden me, vrouwen dat misschien wel willen. maar uh, dat deden ze dan vaak niet. omdat ze dan met grote schulden of iets dergelijks kwamen te zitten. en dat leverde allemaal gedoe op. Nou, nieuwe wetgeving maakt het makkelijker om uh, voor vrouwen om voor zichzelf te kiezen. En we zien dat vanaf de jaren 60 steeds meer meisjes onderwijs gaan volgen en ook steeds langer onderwijs gaan volgen. En bijvoorbeeld ook in het hoger onderwijs terecht gaan komen. En dat zorgt ervoor dat de onderwijsachterstand op jongens kleiner wordt. En al deze zaken uit de video zorgen ervoor dat de positie van vrouwen in de Nederlandse maatschappij sterker wordt vanaf de jaren 60.